Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie echt een super leuke video. Ik heb namelijk een unboxing van My Jewelry. En ik heb voor jullie ook een hele leuke giveaway. Dus blijf zeker kijken. Ik heb er echt mega veel zin in. Als je er ook heel veel zin in hebt, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal. En dan gaan we maar heel snel beginnen. Als eerst, ik had dus een super leuk berichtje gekregen van My Jewelry. Om €200 aan items uit te zoeken. En dat heb ik zeker gedaan omdat ik het echt een superleuk merk vind. Ik heb nu ook wat sieraden om, zoals bijvoorbeeld deze ketting van mijn sterrenbeeld. En deze leuke oorbelletjes, maar die had ik al. En ja, ik kon echt niet wachten om nieuwe items te bestellen. En ik heb ook echt een superleuke winactie, want ik mag namelijk 2 keer €100 shoptegoed weggeven. En dan kan je gewoon lekker zelf items uitzoeken. Wat je daarvoor moet doen is even een leuke comment achterlaten dat je meedoet en mij volgen op Instagram. En dan gaan we lekker snel beginnen met de video. Ik zal alle linkjes in de beschrijving zetten, ook naar de site en naar de Instagram. En dan kan je ook alles zien wat ik heb besteld. Ik heb wel al even snel gekeken, maar ik heb nog niks uit de verpakking gehaald. En dan gaan we lekker beginnen. Ze hebben naast sieraden hebben ze ook echt hele leuke kleding. En daarom dacht ik, ik ga zeker een leuk rokje bestellen. Als eerste heb ik dit hele leuke rokje. Volgens mij is het ook een broekje. Dus dat is echt super fijn. Zodat het ook wat lekkerder zit. En dan zie je niet alles zitten. Met hele leuke bloemetjes. Je hebt er volgens mij ook een jurkje van. Die is ook heel erg leuk. Ik zal even kijken in welke maat ik hem heb. Ik heb hem in een maatje M. Want ik was bang dat de S misschien iets te klein zou vallen. En hij is €36. Dit is het superleuke rokje. Het is dus eigenlijk een broekje. Echt super fijn. Hij zit mega mooi. En je zou dit natuurlijk gewoon met een zwart of een wit topje kunnen combineren. Maar ik vind hem echt heel erg leuk. Ik denk dat ik hier ook nog het jurkje van ga bestellen. Dan heb ik als volgende sieraden namelijk hele leuke oorbellen. Het zijn namelijk deze oorbellen met van die hartjes. Heel erg leuk, van die dubbele hartjes. En ik vind het altijd heel erg leuk om dit in mijn voorste gaatje te dragen. Deze zijn normaal €15,95. En ik draag altijd al mijn sieraden in het zilver. Dus dat zijn deze. Dan deze hele leuke hartjes. Echt super leuk. Ik heb ze nu in mijn eerste gaatje gedaan. En daarachter heb ik gewoon van die standaard ringetjes. Ze zien er echt heel erg leuk uit. En zeker iets wat je outfit ook helemaal af kan maken. Dan als volgende heb ik echt een super leuk armbandje. En deze bestaat dus uit een setje. Dus je hebt gelijk 2 armbandjes. En dan met hartjes en gewoon zo'n, ja, hoe noem je dit? Van die slotjes zitten eraan. Heel erg leuk. En ik vind het gewoon heel erg leuk om mijn armen gewoon helemaal vol te hangen met armbandjes. Deze is €19,95. Maar dan krijg je dus ook gelijk 2 armbandjes. En ik heb deze ook weer in het zilver. Want om mijn armen draag ik ook altijd zilver. Heel erg leuk. Dus dat zijn deze armbandjes. Dit is dat setje van 2 armbandjes. Echt heel erg leuk. En ik vind het gewoon heel erg leuk om heel veel armbandjes bij elkaar te dragen. En dat heb ik aan mijn andere arm ook. Dan heb ik nog andere oorbellen. Ik dacht, die zijn wel heel erg leuk voor mijn tweede gaatje. Ik heb totaal 3 gaatjes en ik vind het gewoon leuk om daar dan verschillende dingen in te doen. Het zijn namelijk deze oorbellen. Echt heel erg leuk. Ze zijn wat groter dan ik had verwacht, maar dat vind ik dus juist eigenlijk wel leuk. Deze zijn €15,95. En wat ook gewoon heel erg fijn is, is dat het gewoon niet verkleurt. Dus het blijft gewoon echt heel erg lang mooi. Dus dat zijn deze oorbelletjes ook weer in het zilver. Omdat ik alles in het zilver draag. Heel erg leuk. Deze oorbellen zou ik persoonlijk in mijn tweede gaatje doen. Maar om het even goed te laten zien, heb ik het in het eerste gaatje gedaan. Ik vind ze echt super leuk. Ze lopen dus helemaal door. Dus aan de achterkant zit het ook. En het ziet er gewoon heel erg mooi uit. Maar je zou ze natuurlijk ook gewoon zo kunnen dragen. Maar ik zou het dan leuk vinden om deze tweede en dan daarvoor nog een ander te doen. Dan heb ik nog een kettingje. Echt super leuk. Ik vind het dus heel erg leuk om heel veel kettingjes te dragen. Maar ook wel om het een beetje minimalistisch te doen. En deze vond ik daarvoor heel erg leuk. Hij heeft dus 2 van die kleine of 3 hele kleine sterretjes. En ik vind het gewoon heel erg leuk om mijn sieraden gewoon af te wisselen. En deze vind ik dan echt heel erg leuk. Omdat deze gewoon, ja, gewoon niet zo super opvallend is. Deze is
moet ik even goed zeggen, €19,95. En ik heb deze ketting ook met drie hartjes. En dan heeft hij zo'n sliertje, die is ook echt super leuk. En ik vind ook dat hij in een leuke verpakking zit om dit bijvoorbeeld cadeau te doen. Dus dat is deze, echt super mooi. Hier is heel schattig het kettingje met de sterretjes. Dat kan je ook heel erg leuk combineren met andere kettingjes. Ik moet alleen nog eventjes zo'n soort... Ik zal het in beeld plaatsen, want dan kan je kettingjes daaraan hangen en dan gaan ze niet meer in de knoop. Want daar heb ik wel altijd last van. Maar ik vind deze heel erg subtiel en heel erg leuk. Dan heb ik nog meer leuke oorbellen. Ik moet ze even goed laten zien. Deze oorbellen met van allemaal van die ringetjes. Vind ik ook weer heel erg leuk om in mijn eerste gaatje te dragen. En dan gewoon in de andere gaatjes een beetje het rustig te houden. Deze is ook weer €20. En deze heb ik natuurlijk ook weer in het zilver. Ik vind ze heel erg leuk. Ik denk wel dat ze best wel opvallend zijn. Omdat ze best wel groot zijn. Maar dat vind ik dus juist eigenlijk wel heel erg leuk. En ja, ik kan echt niet wachten om deze te dragen. Zeker bijvoorbeeld met uit eten of zo. Oké, dit zijn de lange oorbellen. Echt super leuk voor uit eten. Ik zou ze misschien niet combineren met deze andere oorbellen erbij. Maar even om het makkelijk te laten zien. Ik vind ze echt heel erg leuk. En ze hebben ook precies een goede lengte. Want ze zijn ook niet te zwaar. Dus dat is heel erg fijn. Echt heel erg leuk, deze oorbellen. Dan heb ik nog een kleding item besteld. Nog een heel leuk rokje. Ze hadden ook echt mega leuke jurkjes en bikinis. Maar ik vond deze rokjes er echt zo leuk uitzien. En dat is namelijk dit rokje. Er zit gewoon weer elastiek. Dus dat is heel erg fijn. Ik heb deze ook weer in een maatje M genomen voor de zekerheid. En wat dus heel erg leuk is. Je kan dit zo omhoog trekken met dit elastiek. En dan kan je hem dus eigenlijk aan de ene kant zo kort maken zoals je zelf wil. En ik vind deze kleur gewoon echt, die lila kleur, echt prachtig. Kan ook weer heel erg leuk met dit topje. Ja, gewoon echt een heel erg leuk rokje. Ik denk dat ik deze ook wel op zich in een S had kunnen bestellen. Maar beter iets te groot dan te klein. Dit is het paarse rokje. Echt heel erg leuk. En je kan hem dus zelf zo knopen. En hem dan een beetje verstellen. Je kan hem ook een stukje omlaag doen. Hij zit heel erg lekker. Ik heb er nu wel zwart ondergoed onder. Dus dan weten jullie dat. Misschien zie je dat er doorheen. Maar hij heeft gewoon een dubbel rokje. Dus dat is heel erg fijn. En hij zit heel erg lekker. En ik ben eigenlijk heel blij dat ik de rokjes in een M heb genomen. Dit is dus volgens mij, als je vanaf een bepaald bedrag bestelt, krijg je een cadeautje erbij. Dus dat is echt heel erg leuk dat ze dat erbij hebben gedaan. Dit is dus een klein bedeltje. Dus van €8,95. Maar deze zou je dus bijvoorbeeld aan een kettingje kunnen hangen. Of aan een armbandje. Dat kan je eigenlijk een beetje zelf kiezen. Heel erg leuk. En deze is gewoon dus ter waarde van €9. Dan heb ik deze hele leuke oorbellen. Nou, ik draag dus de laatste tijd echt heel vaak dit kleine parelkettingje. En ik dacht, hoe leuk is het om dan deze oorbellen erbij te dragen. Omdat dit dan zo terugkomt. En dan heeft hij gewoon een zilver ringetje. En ik dacht, het is gewoon heel erg leuk weer voor in je eerste gaatje. Deze is ook weer €19,95. Maar ik kon gewoon echt niet kiezen wat ik wilde. Omdat ik zoveel leuke dingen zag. Dus dat is deze. En ik dacht, het is wel heel erg leuk om bij elkaar te dragen. Dus dat zijn deze oorbelletjes. Dit zijn de leuke oorbelletjes met de parels. En ik vind hem dus heel erg leuk hierbij staan. En ze hebben ook zeker meer verschillende van dit soort dingen. En ik vind het gewoon echt heel erg leuk. Je hebt ook bijvoorbeeld van die armbandjes. En dan zou dat er ook nog heel erg leuk bij passen. Maar heel erg schattig voor in mijn eerste gaatje. En dan heb ik als laatste nog een armbandje met de B. Heel erg leuk armbandje. Ik zal hem eventjes... Nou, je kan hem sowieso nu ook wel zien. En wat ik gewoon heel fijn vind is inderdaad dat het gewoon niet verkleurt. En het ziet er gewoon echt heel erg chic uit. Deze is maar €15,95. En ik kan echt niet wachten om al deze sieraden te dragen. Dit is het armbandje. Echt super schattig. En hij is ook heel erg subtiel. Ik vind hem er echt heel erg leuk uitzien. En deze ga ik zeker omhouden. Wil je nou ook iets uitkiezen en wil je meedoen aan bijvoorbeeld de winactie? Want ik mag dus 2 keer €100 shoptegoed weggeven. Dan is het belangrijk dat je even een leuke comment achterlaat. Dat je meedoet. En mij even volgt op Instagram. En dan kan je lekker meedoen met de winactie. Ik zou het ook heel erg leuk vinden dat je abonneert op mijn kanaal. En even een duimpje omhoog doet. En dan kan je ook even een kijkje nemen op de site van My Jewelry en op hun Instagram. Ik zal het allemaal in de beschrijving zetten met ook alle informatie. Zodat je even nog een kijkje kan nemen. En dan wil ik je heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dan zie ik je heel snel weer bij een andere video. Doei doeg!